Frans Molenaar. En ik heb het uitgekozen voor de uitzending Virtuele Vitrine. En waarom? Dat is 9 jaar geleden was de première van AIDA in Scheveningen. En Janine van der Ende stelt dan altijd een tentoonstelling. En had allemaal kunstenaars uit Egypte. En hier viel ik als een blok voor. Ik vond het zo origineel en mooi gemaakt. Het sprak me direct aan toen ik het zag. En nog niet eens met het idee van kopen. Of ik wist ook helemaal niet dat het gekocht kon worden. Dus toen vroeg ik op een gegeven moment, want ik was wat vaker in het Circus Theater. Nou, toen was het te koop. Nou, ik ben er nog. Bijna 10 jaar geleden, ik ben er nog steeds dol blij mee. Zoals te zien is het een gouden boot, de Solarboot. En het is ontworpen door Hesham Kawar in 2001. Roeiers, maar het zijn verftubertjes. Het is heel fragiel, vandaar dat ik ook dat plexiglas omheen heb laten zetten, want anders valt het een beetje aan elkaar. Ik vind het humor hebben, het is prachtig gedaan en origineel. En ik krijg ontzettend veel complimenten. Mensen zeggen, wat is dat origineel en dit en dat. Nou, bedankt Eugenie. En daarom wil ik het voordragen voor de virtuele vitrine.